Hey, Bart Valkenieri van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word training. In deze video kopiëren en plakken. Dat kan je wel, maar wist je dat het nog veel handiger kan met schermopnames? In deze video kom je erachter. Check de hele training op maakietsmedia.nl/word. Alright, schermopname is gewoon een handig dingetje in Word. En ook kan je het ook gebruiken voor andere programma's. Nou, ik zal het even laten zien, maar eerst eventjes, ik zit in beeld. En zit ik hier niet in de verticale modus, zeg maar. Meestal als je het op mijn laptopscherm bekijkt, zie je het gewoon zo al die bladzijden onder elkaar. En ik zit op een grote monitor, dus ik kan een beetje uitzoomen en dan zie ik ze naast elkaar. Maar je kan ze ook op deze manier naast elkaar neerzetten. En dan kun je het als een boekje er zo makkelijk doorheen bladeren. Nou, anyhow, schermopname. Wat is dat? Nou, als ik hier naar invoegen ga, vind ik hier schermopname. En dan klik ik op het pijltje daaronder. En dan zie je hier beschikbare vensters. Hier bijvoorbeeld OBS. Daar ben ik nu in aan het opnemen. Maar wat ook kan, is ga je naar invoegen. En dan ga je weer terug naar schermopname. En in plaats van op een venster te klikken, klik je op schermopname. En dan is Word opeens weg. En dan zie je zo'n wazig en denk je, mijn computer crasht of zo. En dat is helemaal niet waar. Maar je muis wordt nu een kruisje. En dan kan je hier links klikken en sleep gewoon zo klikken. En dan hop, dan heb je dat stukje van dat al een afbeelding ingezet. Hey, en kijk ook de video over werken met afbeeldingen in Word, wat je er allemaal mee kan doen. Zoals bijvoorbeeld altijd zorgen dat hij voor de tekst staat en positie op pagina fixeren, want dan kan je hem dus makkelijk ergens heen slepen waar je maar wil. En wat kan je, schaduw kan je doen, je kan hem bijsnijden naar vorm, bijvoorbeeld deze, en dan is die ronde hoekjes zijn er mooi vanaf en dan krijg je, het ziet er gewoon leuker uit. Nou, dat is allemaal prutsen met afbeeldingen, daar gaat het nu niet om, maar dit was dus schermafbeelding invoegen in Word. Maar het kan ook op een andere manier, namelijk met de Windows toets. Ik zit hier even in Pixabay en ik zoek even naar Qual. Ik heb hier bijvoorbeeld deze afbeelding en ik wil niet alle drie de Qual, ik wil alleen deze Qual. Wat je dan kan doen is Windows en dan Shift en S. En die drie moet je tegelijkertijd indrukken. En dan wordt je muis weer zoiets. En dan kan je links klikken en sleep. En hoppakee, dan heeft hij dat plaatje even opgeslagen in het klembord. En dan kan je hier weer naar je verslag. En doe je Ctrl-V van plakken. En dan staat hij erin. Super tof toch? En die wil ik ook even bijsnijden naar vorm. Ik vind het gewoon altijd zo mooi. Gewoon zo'n beetje met ronde hoeken. Hoppakee. En dan heb ik hier deze afbeelding er zo ingezet. Met behulp van Windows Shift S. Ja, Windows Shift S werkt gewoon altijd. In Windows dan, hè. Dus dan kan je gewoon altijd iets van je bureaublad of programma of weet ik wat pakken en dan plakken en inzetten. En werkt gewoon super handig. Dus Windows Shift S. Doen!